En hier is uw gastheer, Jos Ring. Hartelijk zaterdagavond. Dankjewel. Dankjewel, ga lekker zitten. We maken er een mooie avond van. We hebben net het journaal van 8 uur achter de rug met de toestand in de wereld. Dat is zo raar met televisie, hè? Want op televisieseries wordt altijd het kwade gestraft en het goede overwint altijd, behalve bij het journaal. Maar bij ons overwint het goede. Het wordt tijd voor ouderwetse, tussen aanhalingstekens, ontspanning. We hebben een prachtige uitzending, denk ik, hoop ik, van tv-toppers bij elkaar gesprokkeld. We zijn met onze tv-topper van vanavond diep in de archieven gedoken. En we hebben daar natuurlijk allerlei juweeltjes van vroeger gevonden. Wat dacht u, om even een tipje van de sluier op te lichten, van Bananensplit? Dat vind ik zelf heel leuk, want het is een fragment dat ik zelf nooit heb gezien, maar wel over heb gehoord. Heel hilarisch. En wat dacht u bijvoorbeeld van Oebele? Ach, Oebele. Oebele is hupsakee. Nou. En dan is natuurlijk de vraag met welke tv-topper wij vandaag terug gaan kijken. En dat is een man die, zoals hij zelf zegt, net zijn 100-jarig bestaan heeft gevierd. Dat wil zeggen, nou ja, nee, hij maakt al 40 jaar platen. Zit al 40 jaar, ruim 40 jaar in het vak. Zo lang ken ik hem ook al. En nog niet zo lang geleden vierde hij zijn 60ste verjaardag. Nou, 60 en 40, dan samen 100. Ooit lag hij wakker van het ritme van de regen, dames en heren. En hij heeft de kont van Mallebabbe vele malen gekust. Dat mocht je vroeger nooit zeggen bij de NCRV, maar nu mag het wel. De kont van Mallebabbe, en ik zeg het nog een keer, de kont van Mallebabbe. En niemand, de kont van Mallebabbe. En niemand heeft een banger hart dan hij. Wie anders dan? Zachtjes stikt de regen op mijn zolder aan. Ritme van de eenzaamheid. And from crying our eyes were zonder de gezelschap niet. Elke zaterdagavond, dan opent die jacht. Zij is een bloem die bloeit in de nacht. Dames en heren, mijn lieve vriend Rob de Nijs. Hey! Hoi! 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 Leuk, hè? Leuk, hè? Ja, dat is leuk! Ja, dat is leuk. Nou, ik vind het ontzettend leuk. Je hebt het heel druk, zomer of niet. Concerten doe je nog steeds. Ja. Ook deze week weer. Ja, we gaan deze week naar België voornamelijk. Ja, druk. Druk, ja. Veel festivals in de zomer. En dat is ontzettend leuk. Televisie kijken, hè? In ons vak, wij werken veel 's avonds. Dus veel tijd voor televisie blijkt er niet over te zijn voor ons. Ik las in de krant dat heel veel mensen meer dan 2 uur televisie kijken per dag. En dat heel slecht is voor de cholesterol. Ja. Vooral voor jonge mensen. Nou, daar hebben wij er geen last van. Wij blijven er ook dun bij. Maar je hebt wel televisie herinneringen. Absoluut. Ja? Ja, heel veel. Het fijne van nu vind ik overigens dat als wij thuiskomen, dat je dan nog of herhalingen of dat je eigenlijk van alles nog kan zien. Ja, tegenwoordig wel. Ja, maar nu dus, hè? De grote amusementsprogramma's, voor zover ze er zijn, zitten niet in de carousel, nee, zoals dat dan heet. Dat is waar. Dan heb je dus dat beginfilmpje gezien, hè? Dat maken we altijd om mensen te dit rammelt, dus moet ik even... Ja, behoorlijk. Ja, nee, dit glas rammelt. Om even de gasten te introduceren. Dan zie je dus Rob, zoals ik jou heb leren kennen 40 jaar geleden. We hebben vroeger veel tourneetjes samen gedaan. We staan heel veel op foto's samen. Jij ook. Met de Lords, met die hoge hoeden, weet Absoluut. Je wel. En dan zie je je dus veranderen, verschillende looks, zoals het dan in mooi Nederlands heet.
Waarom zie je er zo vaak verschillend uit? Ja, je praat al over 40 jaar, hè? Ik bedoel, het is niet zo dat ik... Ja, een rimpeltje, dat is natuurlijk elke week een andere look had. Ja, je hebt nou kort haar, lang haar, een baard gehad. Wel alles. Bril, geen bril. Ja. Nou, nu voorlopig tot hopelijk nog heel ver in de toekomst het einde. Een bril, toch wel. Ja. En steeds minder haar. Nou. Ja, het is nog niet helemaal... Ik verberg het niet meer, hè, die kale plek. Maar jij hebt alles nog zitten. We hebben aan Rob gevraagd om af te trappen met een fragment uit zijn begintijd. Dat is, mensen, een liedje van Anneke Greunlo. We zijn van die koekplank allemaal tegelijk begonnen. Het is Anneke en Blue Diamonds en jij en ik en Willeke natuurlijk. Johnny Lyon niet te vergeten. Dat was een heel goed jaar, zal ik maar zeggen. Het waren goede jaren en de meeste mensen uit die tijd... We zijn er nog. Die zingen nog hun nootje mee. Ja, en doen hun ding, zoals dat heet. Nou, nu is Anneke Greunlo nog heel jong, met van die bewegingjes, dat zal je zien. En die zingt een lied waar jij niet aan meedoet, maar toch weer wel aan meedoet. En toch wel een soort prominente rol. Weet je waar ik het over heb? Jawel, ik weet het. En dat was... ik trad op als schaduw of als silhouet. En ik was in die tijd, studeerde ik op de cabaretschool. En was dat school van Bob Bouwer nog? Van Bob Bouwer. Ja, 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 ja. Dus helemaal aan het begin. En ik werd gewoon uitgezonden als kracht, figuratiekracht. Wat kreeg je ervoor? 12,50 gulden. Ja, of 17,50 plus busreis of zo. Ja. Iets dergelijks. Maar het was spannend om iets voor tv te doen. En daardoor, ik weet nog precies hoe het eruit zag. Want ik zag natuurlijk alleen maar dat scherm. En ik wist dat Anneke Greunlo, die toen al een ster was, daarvoor stond. Of dat een ster was. En ik moest een beetje, iets... Achter Anneke. Anneke. In plaats van de kont van Malababbe was het dus de kont van Anneke. De kont van Anneke. Ja. Ik weet niet of u het zich nog kan herinneren. Hebben jullie enig idee waar we het over hebben? Nou, het is, kijk even, het is enig. Jack heet het nummer. Doe, 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 lieve Jack. Mijn hart doet als een drum zo gek. Jack, lieve Jack. Jackie is zo kolossaal. Het succes van elke zaal. Met gitaar en met orkest. Jack, 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 Jack. Op zijn best. Jack is geweldig en sportief. Jack is buitensporig lief. Hij komt hier s'avonds naar me toe. Dus ik die doe, 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 doe. Hoi. Dat ik helemaal geen gitaar speel. Nee, dat zag ik ook, ja. Je doet maar wat. Mijn broertje wel. Ja. Maar ik dus niet. Ik wist helemaal niet wat ik daar stond te doen. Ja, broertje Bert. Mijn broertje Bert. Maar het is niemand keek naar Anneke Greunlo. Ze keken allemaal naar die enge man. Met dat grote ding. Als je lang in het vak zit, hè, dan... je ziet honderden, duizenden mensen. Mm-hmm. En dat bedoel ik niet alleen het publiek, maar ook de mensen om je heen. Ja. Sociaal leven heb je niet, nul, bijna niks. Behalve toen ik helemaal aan de grond zat. Toen had ik voor het eerst een sociaal leven. Dus maar kun je dan zeggen van, ik heb in 40 jaar een vriendenkring opgebouwd. Dat is toch inleveren eigenlijk? Ja, het is it's lonely at the top. En dat is dus echt zo, want ik heb heel weinig, een goede kennis. Ik heb, misschien één goede vriend overgehouden uit die tijd. Dat vind ik een vriend. En, wat maakt iemand tot een vriend? Dat je dingen echt diepe dingen met elkaar kan delen. Dat je echt geheimen kan prijsgeven. En ook maar gevoel hebt dat geheim goed... Doe je met jouw vriend ook dingen delen die je bijvoorbeeld met je vrouw niet deelt? Met Belinda? Ja, dat kan voorkomen, ja. Lekker is dat, hè? Ja, dat heb je ook nodig. Dat heb je ook nodig. We hebben Rob voor de verandering maar weer eens de baas laten zijn. Hij mag zijn eigen hitlijsten samenstellen. Want we hebben Rob gevraagd om voor ons die favoriete top 5 te maken. En op nummer 5 komen we iets tegen waar ik zelf dus helemaal nooit aan zou hebben gedacht. Het is een verhaal van Belcampo. Belcampo is even voor de statistieken, een beroemde Nederlandse schrijver. Hij is in 1990, als ik het goed heb, of 91, hij is aan de tijd dood, overleden. Hij heette
Herman Pieter Schönfeld, en dat is een beetje een moeilijke naam, Schönfeld Wiggers. En zijn pseudoniem is een Italiaanse vertaling van Schönfeld Belcampo. Ja. Nou, hij schreef in de jaren 50, eind jaren 50. Ik heb hem gelezen. Des Oordeels. Ja. In de 60 jaar. Af in dat plaatsje Rijssen. Mm-hmm. En er heeft in 1975 de beroemde vormgever, ontwerper Jaap Drupsteen een televisiebewerking van gemaakt die als een bom is ingeslagen. Ja. Zonder de enorme digitale technieken die we nu hebben. Mm-hmm. En Jaap Drupsteen, mensen, dat is dus de man die ons lieve oude geld heeft gemaakt. Ja, dus de vuurtoren ook. En de snip en de zonnebloem. Ja, dus enorm niet talent. De zonnebloem en de vuurtoren. Ja. En wat missen wij ons oude geld toch, hè? Ja, ik wel. Ik vind die euren ontzettend lelijk, ja. Ik kan er niet genoeg van hebben, maar ik vind ze ontzettend lelijk. Ja. Waarom Belcampo? Ik heb dat gezien en ik was daar enorm van onder de indruk. En gek genoeg weet ik nu alleen nog maar dat ik enorm onder de indruk was. Dus het verhaal maar zelf, ik wist dat, dat weet je niet meer? Nou, het had de goed des en oordeels, kwaad he, was te maken en de dag des oordeels. Maar hoe het precies allemaal zat, dat weet ik niet meer. En de beelden van Drupsteen, die heb je ook nooit meer teruggezien? Nee, ik wel ook in een soort abstracte vormen, want ik weet hoe hij werkt. Ja. En, want we zijn verwend geraakt. Boudewijn ook dingen gedaan. Ja, maar als je dus nu kijkt naar bijvoorbeeld een aflevering, de laatste film van Harry Potter. Ja. Wat ze daar dus allemaal kunnen en doen en prachtige beesten kunnen maken. Het is niet te geloven. Waarschijnlijk, als ik het nu weer terugzie, dan denk ik, het is prachtig, maar... Het is natuurlijk, wij zijn veel verder, maar misschien is het juist voor toen, daarom voor toen, is zo bijna ontzettend verrassend. Ja, 30 jaar geleden. Ja, en innoverend natuurlijk. Nou, innoverend, ja. Laten we er even naar gaan kijken. We zien twee fragmentjes. Eerst hoe de hoofdpersoon die ochtend wakker wordt. En later hoe de goede van de slechte worden gescheiden. Toen ik de volgende morgen ontwaakte, voelde ik het gebeurde vaag. Als gedroomd. Maar dit duurde niet lang. Hé, zijn die jongens al zo vroeg bezig hun vliegers op te laten? Dacht ik een moment terwijl ik lui gestrekt de ogen gericht hield op het door mijn slaapkamerraam omlijste stuk luchtruim. Dit was mijn laatste gedachte die nog rechtstreeks wortelde in het verleden. Door mijn slaap was ik nog even teruggezakt in het naïeve vertrouwen op de wetmatigheid van de natuur. Ik sprong aan het raam. Nu kon ik zien. Het waren geen vliegers. Het waren geen vogels, ook geen vleermuizen of vliegende vissen. Ook geen voorwereldelijke pterodactyli of archaeopteryxen. De wezens die nu het luchtruim doorzeilden, doorfladderden en doorkliefden, waren op aarde nog nooit geweest. Zij leken al afgezet door een in de nacht gepasseerde planeet. En beneden mij in de straat waren ook overal wezens, kruipende en zacht vooruitvloeiende wezens. En ook heel veel die stil zaten op een stoep of op een vensterbank of zomaar tegen een gevel aan met een onverstoorbare, beangstigende zekerheid. Het echte zitten van de bezitter. Nee, de wereld was niet meer van ons. Rijssen was niet meer van de Rijssenaren. Op de stoep van het stadhuis ging ik op mijn gemak een tijdje zitten kijken. De hemel wegdeinde onder de tred der goede. Het viel erg mee. Wel 60% vond genade. Maar wacht even, wat zag ik daar? Gedoken tussen een grote schaar kinderen trachtte iemand op slinkse wijze de zwevende banen naar de hemel te betreden. Ik herkende hem op slag. Met een duivelse lach sprong ik op en met mijn dolk voor zijn bebrild muizengezicht schamaaiend sleurde ik hem weg. Het was een raadslid van Rijssen. Een man die door mateloze ijdelheid gedreven de samenwerking en het vertrouwen jarenlang met zijn intriges had ondermijnd. En die daarbij nog alle kerken van Rijssen beurtelings naar zielenheil had afgedrecht. Ik haatte hem. Hij beefde als een riet en liet zich willoos de donkere tunnel binnenvoeren. Innig voldaan zette ik mij weer op de stoep van het stadhuis om uit te blazen van mijn onderneming. En ik dacht na. Is er zo'n scherpe scheidingslijn tussen de mensen, dacht ik, dat het altijd moet zijn of hemel of hel? Zou dat er dan nooit eens twijfelgevallen bestaan waarbij een tikje zus of een tikje zo voldoende is om de schaal net te doen overslaan? Ja, dat is mooi. Het is heel bijzonder, hè?
En toch ook... Jeroen Bos. Nieuwer dan ik dacht zelfs. Ik vind het mooi. Ja. Het is heel, heel... Het is Jeroen Bos, hè? Ja. Ja. De vierde plaats. De vierde plaats van de top 5 van Rob. De top Rob 5. De Rob 5, mag ik wel zeggen. Dat is Showroom. Ja. Showroom. Geweldig, vond ik dat. Ja? Ja, ja. Ik vond ze de meeste gewoon briljant. Maar één fragment, dat is later een gevleugeld woord van mij geworden zelfs. De meneer die daarin voorkomt, die zegt op een gegeven moment... En nu ga ik checken of het klopt, want ik heb elke keer jarenlang gezegd... Of en hij geloofde, of en jij geloofde. Maar ik weet niet wat het precies was, dat kunnen we controleren. We gaan het nu zien. Dirk van Noord, een oude visser aan de Rijn, blijft liever met zijn beide benen op de grond. Van techniek heeft hij geen hoge hoed op. Dat gaat hem allemaal boven zijn pit. Ik heb geen televisie, ik heb geen radio, maar ik kan alles niet hebben. U mist nog veel als u geen televisie hebt? Maar zat. Wat bedoelt u? Braaien en vuiken maken. Ik kan niet naar de televisie kijken en de vuik maken. Nee. Ja, u ziet niks op de televisie. Er zijn toch allerlei interessante dingen op de televisie. Die ziet u niet. Dat zie ik. En dat is interessant. Dat is mijn hobby. En televisie niet? Nee. Dus u heeft bijvoorbeeld ook nooit gezien dat de mensen op de maan liepen? En daar geloofde jij. Geloofde u niet dat de mensen op de maan geweest zijn? Nee. En daar geloofde jij? Dat is het onmogelijk, hè. Dat is net zo min als jij hier over het water gaan gelopen. Geloof je dat dan? Ik heb het toch gezien op de televisie? Och, ik heb zo goed gezien. Hebben ze toch uitgezonden? Ja, maar je kunt net uitzenden, wij. Hè? Is het een grap van u of gelooft u het echt niet? Hè? Nee, bestaat niet. Uitgesloten. Uitgesloten dat ze op de maan geweest zijn. Maar wat heb ik dan gezien? Ja, niks gezien. Een schim. Wat was dat dan wat ik zag? Een schim. Een schim. Is het getruckeerd, denkt u? Ja. Is het truc allemaal? Ja. Heeft u dat wel eens tegen andere mensen gezegd? Dat u dat niet gelooft, dat ze op de maan zijn? Ja, zeker. Wat zeggen ze dan? Wat zeggen ze dan? Daar kunnen ze ook geen uitslag op geven. Zeggen en jij nou zegt, ze zijn erop geweest. Ja, dat zeg ik. En ik zeg van niet. Nee. Staf het dan gelijk. Ja, dat is waar. Nee, dan komen ze nooit. Ze komen er ook nooit, denkt u? Komen er nooit op de maan. Waarom nooit. Niet? Waarom niet? Want zouden ze er komen, dan bevriezen ze. En op de zon kunnen ze ook niet komen, want dan verbranden ze. Maar u vindt het ook niet nuttig dat de mensen de ruimte ingaan, of wel? Dan moeten ze uitblijven. Waarom? Ze horen er niet. De vogeltjes die horen in de lucht. En de mensen op de aarde. Wat een wijze man. Ja. Ja, ja, nou, ik heb toch de neiging... om hem te geloven. Ja, omdat daar geloofde. En dan denk ik, ja, de vogeltjes die horen in de wijze man, mensen hoor, horen op aarde. Ja, 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 het is ja, mooi ja, als je zo kan relativeren. Van, ja, come on, zeg. Als je ziet hoeveel rotzooi we al neer hebben gezet in de ruimte. Ja. Daar gelooft hij ook niet, hoor. Nee, hij gelooft het niet. En jij gelooft. Zou het een Brabander zijn? Ik heb geen flauw idee. Het is een visser, dus. Rob, ik heb het al gezegd, je bent ruim 40 jaar in het vak. Maar we hebben hier iemand die in die 40 jaar, althans 25 jaar daarvan, heel belangrijk voor jou is geweest. En dat is zijn eigen tekstdichter, zijn vrouw, zijn lief. Belinda Muldijk. Je mag hem ook zoenen als je wil. Ja, ga jij daar maar zien. Ja, oké. Okay. Toen jullie elkaar voor het eerst ontmoeten, hè, dat staat natuurlijk op de binnenkant van je oogleden gegrift, neem ik aan. Ja. De vonk sprong over het vuur.
kwam over de bar eigenlijk. Hè? Ja. Hoe ging het? Nou, ik zat te blowen op de grond en hij stond jij in een gebreide... Jij zat te blowen op de grond? Dat was die tijd. Dat was die tijd? Ja, dat was de tijd. En een joint? Ja. Had je? Ja, echt zo'n schoorsteen. En hij stond met een gebreide trui met gaatjes daarin. En ik herinner me dat ik mijn vinger in een van die gaatjes wou steken. Dat was het eerste wat ik dacht. Dus je was zo stoned als een garnaal eigenlijk. Dus jij stak je vinger in een van zijn gaatjes en toen sprong de vonk over. Ja, toen... En toen dacht je, ik ga voor die man schrijven. Ja, dat was het eerste wat ik zei, geloof ik. Niet? Echt waar? Ja, ik weet het nog precies. Ze is het ingelikt eigenlijk. Ja. Ze zei van, heb jij toevallig nog Nederlandse teksten nodig? Je had je liggen, hoor. En ik dacht van... Nee? Nee. Nog nooit van jou geschreven. Altijd, dacht ik. Maar had jij ook ten aanzien van Belin iets van... Nou, het was heel spannend. Ik had natuurlijk heel veel over haar gehoord al. Een beetje de bonte hond verhalen eigenlijk. Nou, een beetje blowen en dat is het. Nee, maar het was toch... het was, daar liefde ik op was, de eerste ik gezicht. Ik was inderdaad een beetje een bonte hond. Nou schrijf jij teksten voor hem, en dat zijn niet de minste. Je hebt een aantal grote hits uit jouw pen doen vloeien... die hij met zijn kunstenaarschap heeft afgemaakt. Ik zeg de leukste dingen. Parels rollen er van mijn lippen. Dank je. Wij hebben thuis, Frank en ik, hè, ik ben dus met een man samen, zoals je weet... eindelijk is het eruit. Eindelijk is het eruit. Jij krijgt er moeilijker bij dan ik, moet je zeggen. Ja, we hebben dus zo'n werkverdeling ook. Hè, want ik schrijf en hij zeikt. Dat is dus... Nee, maar zo noemen we dat. Dat is de verdeling. Ja. Ik schrijf zij het op schrijft en ik zeik. Dat is ook zo, hè? Wil je het even lezen en dan zeggen... Ja, ik vind het wel leuk, maar... En dan krijg je... Letterlijk niet vergeurlijk. Heb je dan wel eens geroepen van... Nou, doe jij het dan, als je het zo goed weet? Nee. Ben je toch een lief mens? Nee, dat is gewoon puur toeval. Hij is gewoon een lieve vent. Ik bedoel, ik weet als ik schrijf hoe het gaat klinken, mijn woorden. Wat jij schrijft, is dat altijd gerelateerd aan Rob? Waar komt het vandaan? Nee, nou, het zijn heel veel ervaringen gewoon uit mezelf. En omdat wij een beetje gelijkgericht zijn, weten we waar we het over hebben gewoon. We hebben vaak dezelfde dingen die we leuk vinden en dezelfde dingen die ons ontroeren. Daar heb je het ook veel over. Ja, en dus dat is makkelijk om dat dan op te pakken en dat in woorden om te zetten. En dan weet hij meteen wat ik bedoel. Ja. We hebben jou ook gevraagd om een favoriet fragment mee te nemen. Ja, het verbaasde me niks, maar dat is dus een lied van jouw eigen Rob. Kapotte Engel heet het. Waarom dit lied? Ik vond het een erg emotioneel lied zelf. Het gaat gek genoeg niet direct over onze emoties. Het heeft wel te maken, het is gerelateerd aan onze jongste zoon, Josje. Ja? Die autistisch is. Helemaal. Maar het gaat niet over hem. Het punt is gewoon dat dingen komen op je weg. Zo'n kind met een bepaalde handicap komt op je weg en dan moet je er wat mee. En een van de dingen die ik vond dat ik ermee moest, was erover schrijven en duidelijk maken wat het emotioneel bij je teweeg brengt. Maar is dat van je afschrijven of is dat ook voor anderen schrijven? Nou, dat is juist het punt in dit geval. Lieve mensen... Ik kwam natuurlijk door hem in aanraking met mensen die het veel zwaarder hadden dan wij. Echt, die echt kinderen hadden, die echt bij de geboorte al allerlei... toch wel behoorlijk ingrijpende anders zijn hadden. De strijd en de emoties die daarmee dan gemoeid zijn... daar wilde ik iets over schrijven. Dus het ging niet eens over ons kind, maar het had er wel natuurlijk mee te maken. Ook over jullie kind, ja. Het is over woorden gesproken, het zijn hele mooie woorden. Het wordt prachtig gezongen, Kapotte Engel. Kapotte engel, je maakt me machteloos. Dit is het leven niet waar ik voor koos. De dokter was hier met zijn prognose. Deel dat hij achterliet is troosteloos. Als jij me nooit kan zien of horen, wat voor een vader moet ik voor je zijn? Waarom ben jij dan ooit geboren? Ik weet het antwoord niet op zoveel pijn. Tot vorige week had ik nog mijn dromen. Hoe ik met je spelen zou in het begin. Jouw eerste stap
hoe ver je zou komen, de plaats die je nemen zou, hier in ons gezin. Wat moet ik nou, wie kan dit veranderen, wie houdt me tegen als ik voor je vlucht? Ik ben niet anders dan alle anderen. Ik wil een gewoon, gezond kindje terug. Maar kijk, je slaapt nog met je handjes open, alsof je niets dan goed van mij verwacht. Je straks op, wie leert je lopen? Oh, ik moet sterker zijn dan ik ooit dacht. Vanaf vandaag zal ik voor je vechten, want wie aan jou komt, kind, die komt aan mij. Mijn hart hier bij jou neergelegd. Kom maar, mijn engeltje, je hoort erbij. Kapot engeltje, je bent van mij. Liedje over keuzes maken ook, hè? Ja. 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 Je bent helemaal volgeschoten. Ja. Prachtige muziek, ook van Hans van Meurel erbij. Ja. Frank Jansen achter de piano, achter de vleugel. Ja, vriend. Dat is nou een vriend. Nou, ik dank je wel dat je dat schrijft, dat je het maakt, dat je het zingt, dat je het laat zien. Dat is het enige wat ik erover zeggen wil. En dank je wel dat je er was. Het is heerlijk om te We doen. Zouden er heel lang over door kunnen praten. Moet je een heel ander programma maken, doen misschien nog wel eens. Okay. Dag Blim, ik zie je naar de uitzending. Oh, ja. Tot zo. Oh. Nou, de emoties moeten we een beetje de emoties laten. Dat is ook een amusementsprogramma. We gaan, oh, dat wordt heel vreselijk. We gaan een spel spelen. Dat is, zoals je weet, een vast onderdeel van TV-toppers. En mijn gast speelt dan een bijna vergeten televisiespelletje. En daar kun je natuurlijk, Rob, een fantastische prijs mee winnen. En Angela die staat al klaar bij de prijzenkast met de Fred Osterprijzen. Wow. Oh. Wat is het weer vreselijk vanavond. Ik bedoel niet jou hoor, Ansela. Ik bedoel niet jou hoor. Ik bedoel de prijzen. We hebben een messenset, we hebben een krulsetje, we hebben een trimding, iets om je buik af te slanken. Maar ik dacht zo, de mooiste prijs vind ik, dat is natuurlijk de lulligste prijs die je kan bedenken, dat is dat koksetje met die houten lepels. Die wil je wel graag hebben. Ja, dat doen wij. Oh, de koe met de houten lepels en de garde. Oh, het kwijl loopt Rob al uit de mond. Maar dan moet je dus dat spelletje gaan spelen, dat vreselijke spelletje. Ik snap er zelf geen ene bal van, mag ik zeggen. En dat heeft met ballen te maken. Het komt, lieve mensen, uit Showmasters. Wat? Ja, Showmasters van lang geleden. Mijn kroepoekje Sandra Remer is toen de presentatrice geworden. En Jochem van Gelder was kandidaat. Ze moesten allemaal een bepaald spel als auditie doen. En Rolf Wouters en Willem Bol, die hebben er allemaal mee gedaan. Nou, u weet het ook niet meer natuurlijk, dus ik laat u even een stukje zien. Heel goed. Flip, ja, goed zo. Flip. Juist, fantastisch. Ja, heel goed. Roep maar Flip. Het is een beetje stom, maar ja, het zit bij het veld. Ja! Ja! Ja!
Nou, Jochem die leerde het, het showbastersvak. Ja, toepa! Nou, het is een vreselijk spel. Ik snap het nog niet. Maar niet. Iemand thuis die zat dan te bellen. Hè. Dus, ik ben dan iemand thuis. Ja. Hè. Ik zit gewoon hier in de studio, dat rot niet. En ik heb een telefoon. En jij bent dus een showmaster. Dan moet je daar gaan staan. En dan staat er een beetje links op het toneeltje een plakje. En je moet op het plakje blijven. Want anders ga je uit beeld. En Jochem was ook precies in beeld. En dan aan de andere kant van jou wordt dan, laten we zien, een flipperkast. En dan moet jij mij opduwen in de vaart der volkeren, Rob. Dus ja. Ik roep van de, wat roep ik dan? Flip, flip of zo, hè? Flip. Flip. Flip, flip roep ik. En dan, als het goed is, dan moet jij blij zijn. Dan moet jij blij kijken. En als het fout is, dan moet je zeggen, nee, je kunt er, we gaan ervoor. Kom maar met die ballen. Ik zou, dat soort. Ik zou helemaal niet weten wat er fout gaat en goed is. Ik weet het ook niet. Jij weet het ook niet. Oké, goed, dan is het goed. Nou, kan ik je bellen? Dan moet je me ook eerst interviewen wie ik ben natuurlijk, hè? Hallo? Zeg dan wat, ik zit er met een... Oh, sorry. Ja. Ik denk, er komt een hele spannend iemand aan de telefoon en zo. Maar dat was ik zelf. Ja, hallo. Hallo. Ja. Ja. U bent? Ja. Ja. Hallo. Ja, hallo. Ik ben Flip. Oh, u bent Flip? Ja, nee, ik ben Jos en ik wil graag meedoen aan het Jos. Nou, dat kan. Heet het zo? Ik bedoel, u moet gewoon flippen. Ongeveer. Dit is tamelijk waardeloos wat je doet, hoor. Maar dat geeft niet. We gaan gewoon door. Maar ik ben ook geen presentator. Is de kast al in beeld? Daar is de kast. Drie ballen. Drie ballen? Ja. Wie? Dat hoor ik net van de floor manager. Je hebt drie ballen. Wie? Kanagen. Jij of ik? Ja, meneer Jos, u heeft drie ballen, hoor ik. Ja, drie ballen. Toch maar iets aan doen. Nou, ja, kom maar. Hallo? Ja? Ja? Maar wat wilt u met die drie ballen? Dat weet ik ook niet. Het is een heel raar spel. Ik weet het ook niet, dus wat staan we hier aan te doen? Ik moet flip roepen. Oh, u wilt flip roepen? Kom op, er moet een bal. Ja, een bal. Kom eens met de bal. Eén van de drie. Flip. 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 Ja, flip. Ja. Waar is die bal? Ja, ja. Ah, ja. Flip. Heel flip. Goed. Flip. En nog een keer. Ja, flip! 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 Flip. Nee, jij moet flippen. Oh, sorry. Ja, maar ik flip! Nee, okay. Nee, jij moet flippen. U heeft nog twee ballen. Ik moet flippen. Ik heb en dat zou ik maar zo laten. Flip! 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 Flip. Waar is de bal? Ja. Is die bal er al? Ja, volgens mij. Ja! Ja, flip! Ja, ja! En nog een keer! Flip. En nog een keer! Ja, ja, het gaat heel goed, meneer Jos. Flip! En nog een keer! Flip. Verlies die bal! Oh! Het is heel goed, Jos. Het is heel goed. Maar je hebt nog maar één bal. Maar dan kan je er net mee komen. Ja! Flip! Okay. Flip. Daar komt hij. En nog een keer. Ja! Flip! Oh. Flip. Ja, maar nou. U laat uw bal. Flip! Flip! Dat voor het knap. Nee, echt waar. Fantastisch, hè? Fantastisch. Wat een vreselijk spel. Goed gedaan. Oh, waar mensen toch mee voor joker staan. Maar daar komt Angela met ik heb de prijs. Hem gewonnen. Ja, ja, ja. Dankjewel. Ja, kan lieve schat. Dat wilde ik hebben. Ja, je wilde graag Angela hebben. Dat zag ik wel aan je. Maar dit is fijn. Hier kan je dat zo hier even mee. Ja, het is ziet er goed uit. Nou, nee, koken? Maar voor mijn zoon is het wel. Hoezo? Die zit op de hotel kokschool in Wageningen en die gaat dus de laatste half jaar in. Mijn oudste zoon Robert. Ja. Robert. En ik denk dat ik hier een ongelooflijk plezier mee ga doen. En dan nog zo'n fraaie mok ook erbij. Ja, vreselijk. Ja. Nou, dan kan je naar het begin komen. Heel professioneel. Zeg Rob, jouw carrière van 40 jaar zitten. Van 40 jaar. Die kunnen natuurlijk, we hebben maar 70 minuten. Dan kan je niet in 70 minuten knippen en scheren. Nee. We pikken dus wat bijzondere momenten uit. 1970. Ja. Dat was voor jou een ommekeer. Je hebt het er even over gehad. Naar toch een ingewikkelde dip. Moeilijke periode. Ja, voor mij wel. En dan komt opeens in 1970 een kinderserie langs. Ja. En jij komt hier langs in die kinderserie. En dat was Oebele. Ja. Ach, Oebele, ja. Oebele City. Hardhandig, ruig, gevaarlijk, maar betrouwbaar. Zonder poespas, tuk op een pretje. Oebele City. Een eenvoudige gemeente waar muziek in zat. MUZIEK
eens googelen. Googelen, waarom kom, kom, snel kom naar googelen. Vraag niet waarom, maar kom. Hoeveel naar googelen, kostoor de erevoort. Speel mee in googelen, hoort zegt het woord. Laatste oebelen van het seizoen. Hele hoop wildwesten doen. Het draait vandaag om post en poen. En de held van toen, Cowboy Koen! Ga je mee naar Oebelen City? De meest gezochte man, daar zit hij. Helemaal onschuldig, jammer, pity. Dollars op zijn hoofd en niks bezit. Welkom! Snel kom naar Oebelen, vraag niet waarom, maar kom. Kom kijk naar Oebelen, dans door de Erepoort. Dans dwars door Oebelen, hoort zeg het woord. Ja, schattig, hè? Zo schattig. Om nog even verder te praten over die periode, hebben we een van de hoofdrolspelers uit Oebelen hier gevraagd. En dat is Wieteke van Dort. Ah. Hoi. Leuk dat je er bent. Wat lang geleden, hè? Ga even zitten. Oh, wat enig. Ja, enig. Nou, die naam Oebelen, ja, iedereen, als je zegt Oebelen, gaat er in het publiek iets van, ach, Oebelen. Maar waar ging dat nou eigenlijk over? Ja, het was een dorpje, een gemeenschap. Herman Vink was de burgemeester, Marjan Berggeesje, de postbode, Ab Hofstee. En Willem Nijholt en ik waren Koen en Aagje. En op een gegeven moment kwam daar Bello Billy Biggelaar. Leuk was dat met voetballen. Ja. En je kon goed voetballen, hè? Is dat zo? Ja. Dat ben ik ook alweer vergeten. Even over Oebelen, hè, en over Hamelen. Je had dus Oebelen, dat was een enorme hit. Iedereen keek ernaar, ook heel veel volwassenen. Alle vaders en moeders keken mee met de kinderen. En die werd op een gegeven moment vervangen, terwijl het dus een heel goed lopende productie was, door de langslopende kinderserie Ooit. Want we praten dus over kindertelevisie. Ja. Wat echt kindertelevisie was, en dat was Hamelen. Hmm. En waarom is die switch gemaakt naar Hamelen? Was het op? Was Oebelen op, of weet je het niet? Helemaal niet. Nee. Dat zijn programmamakers, die doen gewoon wat ze willen. Ja. En ik vond het overigens... Hè? Ja, nee, maar hier klinkt een waar woord. Maar ik zit er naar je te kijken en jaren geleden... Het is niet toen, veranderd, hè? Nee, maar wij speelden de Max Havelaar en toen zaten we bij jou in de Late Lean Show. Ja. Doe leuk, zo, ja, kom eens hier. Ik wou dat je dat nog even deed. Ja, doe het nog eens. Ja. Dat vind ik zo leuk, hè. Doe het nog eens. Ik doe dat drie keer in de week, hoor. Ja. Nog steeds. Ja, leuk, dat houdt niet op. Elke pastor en allebei zo'n tante Linde zat te vinden. Maar deze Rob de Nijs. Doe beeldig. Vroeger al ritme van de regen. Test. Zo genoten heb ik alleen van deze ook altijd, hè. Ja. Dank je wel. Dankjewel. Dat is een goed, hè? Ja, een stukje Hamelen zien. Willen we een stukje Hamelen zien? Hamelen, ja. Stukje... Flip! Flip! Dit is de nog lang niet afgelopen serie. Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Met in de hoofdrollen Rob de Nijs als Bertram Bierenbroodspot, Loekie Knol als Lidwientje Walg, Ab Hofstee als Hildebrand Brom, Martin Brozius als Arnoud Koffij en het kinderkoor Henk van der Velde als de kinderen van Hamelen. Dus IJsseks Wensla heeft u gehaald. Alleen? Nee, natuurlijk niet. Toen ik bezig was in dat bos, hè, met het houten hart. Maar ik begrijp nou één ding niet. Nou! Clovis van Dam. Wat komt u doen op ons kleed? Bent u van plan om met ons mee te reizen en ons één voor één allemaal terug te blazen? Ik kom met een boodschap van Wensela. Kom mee naar haar toe. Zij? Wensela?
Wat is er zo? Zijt gij warm? Nee, koud als steen. Maar waarom naar Wenselaar? Zij weet een snellere weg. Terug? Naar Hamelen. Voor ons? Wij allemaal tegelijk? Naar Hamelen? Hoi, 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 hoi. Schaken? Ja, ik kan schaken, ja. Ge kent mijn spel. Spelen wij even. Hoe? Kom bij mij, mens. En nu, maak stappen. En nu, hierheen. Wat haal je met mij uit? Wijf! Wijf? Zo gaat het wel. Zo gaat het wel. Ja, is dus van deze serie een buitengewoon lieve en mooie musical gemaakt. Hamelen, ja, kunt u me de weg naar Hamelen vertellen? Dat is kort, maar je hebt ze gezien. Ja. Heb jij hem ook gezien? Nee, met, nee, ik ga niet. Wederom Loekie Knol erin. Ik heb het jou beloofd, ze spelen door het volgend seizoen, het seizoen dat er nu aankomt. Ja. En alleen voor Loekie al moet je gaan kijken. Ja, ze is heel goed. Natuurlijk, maar wat mooi werd dit ook geregisseerd, hè, door Tineke Roeven. Echt zo... Zo warm en zo. Ja. Het werd allemaal zo dichtbij je gehaald. Is het nou vroeger gepraat van ons, dit? Ja, vroeger was het allemaal beter. Nee, helemaal niet. Dat Oebelen, maar ook dit, is nog steeds even sterk. Ja, als hoor. Toen. Ik wou het even hierbij laten wat Oebelen en Hamelen betreft. Maar ik wou u één ding niet onthouden. En wat hierop komt, dames en heren. Dat zijn de jongens en meisjes van vroeger. Die inmiddels de jaren van wasdom hebben bereikt. Maar het zijn nu zelf allemaal vaders en moeders geworden van kindertjes. En het Oebelenkoor is dit. Ja. Daar ga je gang niet. Zingt iedereen mee? Ken jij nou mensen uit Oebelen? Als je ze nou zo ziet, ze zijn allemaal dikke dertigers. Er zijn gezichten die van je. Ja. Oh ja! Ik bedoel, het is weer even. Ja. Liever op, we moeten verder met de programma's waar jij zelf graag naar keek. We hebben het in de opening, heb ik het al gezegd, Bananensplit. Ja. Wat vond je daar zo leuk aan? ik vond sommige dingen echt hilarisch. Ik kan me. Niet meer precies. Ik weet één fragment waarvan ik nog weet dat ik echt huilend over de grond rolde. Dat vond ik zo ontzettend leuk. Maar er waren ook andere dingen die ik me niet meer kan herinneren. Maar over het algemeen vond ik Bananensplit heel erg goed. Hebben ze jou wel eens willen pakken daarvoor?
Als dat zo is, dan heb ik dat nooit geweten. Nee, nee. Dan is het niet tot mij gekomen. Nee, ik weet dus dat Ralf heel lang geprobeerd heeft om mij te grijpen. Dat deed hij dan via Frank. En die riep iedere keer, oh, dat trapt hij nooit in. Dat trapt hij niet in. Ben jij een goed gelovig mens als ze dat heel goed produceren? Ja, ik denk van mezelf dat ik dat niet ben. Maar ik denk wel dat ik met enorm zou intuinen. Met boter en suiker. Met boter en suiker. Nou, dat is Søren Lerby heeft dat ook gedaan. Dat is dat, ja... Dat is dat beroemde fragment dat ik nog nooit heb gezien. Waar ik veel over heb horen vertellen. Maar ik wel. En hij schijnt dus buitengewoon erin gestonken te zijn. En boos was hij. Bananensplit. Ja, deze oplegger heeft zojuist deze telefooncel geplaatst in de oprijlaan van de familie Lerby Alberti. De kleur komt in ieder geval goed overeen met de omgeving. En hier ziet u ook ons eigen PTT-personeel... met wie Willeke bij haar thuiskomst in discussie gaat. Hier is haar eerste reactie. Ik meet dat je die kant op gaat, dat ik wel naar binnen kan. Ja, maar dan zit je natuurlijk nog ongelukkig. Maar ja, je kunt wel de stoelingsdienst meteen bellen als u iets heeft. Het is wel makkelijk, zo'n telefoon zelf. Willeke zei dat Søren ieder moment kon terugkomen. Nou, wij dus even gewacht en hier is de tekst. De telefoonbox in. De telefoonbox, je ziet dat ik daar woon of niet? Jawel, maar kijk, op het kadaster staat. Op ja, maar heb je toch geen. Ik stok stond in je ogen of zo? Ja. Weg met dit ding. Ja, of ik weer plof en zo in elkaar. Ja, ik vind het ook. Ik kop op mijn. Ik vind het ook vervelend, maar. Ja, ik ook, ik plof hem zo in elkaar. Als er mensen langs komen, dan. Misschien toch beter om die deur op slot te krijgen. Voor die tijd. Je kunt even de tijd bellen. Dat die weg moet. Ja, moet je luisteren. Kijk, morgen nog op de komst om aansluit. Je bent net zo dom als je eruit ziet. Ja, het is, vind het heel vervelend. Ja, je hebt een pet op je kop. Vergeet die box weg nou. Ja, ik heb een meterspeling met die box. Wat heb je nu? Heb je een telefoon hier? Ja, niet in de auto. Dat je daar niet kan staan. Hij had zo'n anders kan ik niet bellen. Nee, dan ga ik ook even naar de PTT zeggen dat het fout is. Ja, die staat ook in de weg. Ik heb mijn autoketting niet eens binnenkrijgen. Ja, ik denk dat die auto nog wel doorheen kan krijgen. Ik ga net gaan. Dat is toch niet geloven? Nou ja, kijk, ik ben alleen van de plaatsing. Wat? Ik ben alleen van de plaatsing. Ja, en dat doen we ook niet goed. Dat de huis er is. Dan kan je dat daar niet plaatsen. Ja, kijk, als ik de kruisstoot bied, dan moet ik hem hier neerzetten. Ja, maar kijk zelf niet in. Jawel. Als dat iemand voor gedacht dan? Zoals gezegd, ik heb een meter speling. Nou, wat moet ik heen met die meter? Dan moet je hem wegzeggen dat hij niet kan. Dan ga je vragen. Omdat hij bent. Nou ja, maar als u zegt morgenochtend dat hij een meter weg moet, dan gaat hij een meter weg. Dan worden van de meter gedacht. Nou, je kan zelf niet denken, die mensen, daar word ik nog helemaal doodziek van. Hij zet hem daar neer, dan denk je dat hij goed staat. Hij spreekt echt goed Nederlands. Ja, en de diep betreurde Ralf Inbar, die overigens ook 40 jaar in het vak zat en toen is overleden. En dat is heel erg jammer voor hem, maar ook voor ons. We moeten snel verder, want de nummer 3 van jouw top 5 hebben we nog niet gehad. Hè? Nummer 3 hebben we nog niet gehad. Waarom het fragment op nummer 3? Weet jij of dat er komt? Ja, dat is een scène die zag ik destijds van Jiske Vet. En, Ja. Dat was een. Kees Prins speelde een verloederde popjongen uit een bandje. Ja. En was zo ontzettend geniaal. Ik vond het. Het was alles. Het was tragisch, maar het was ook ontzettend om te lachen. We komen er straks op terug. Dan meesterlijk. Gaan we eerst even kijken. Ja. Naast mij zit. Vele mensen zullen me al hebben herkend: Dickie Curtis. Hij is bekend geworden als zanger, componist, tekstschrijver van
Liquid turquoise. De not. De not was goed. Dat was een sterk nummer. Ja. Over vrouwen ging dat. Ja, was goed. Ging altijd over vrouwen. Ja, in die tijd. Ja, heel leuk. Maar je hebt ook een aantal collega's natuurlijk zien gaan, hè, zien vallen. Dat was laatst wel over na. De hele scene van... Acid Rock bijvoorbeeld, die zijn, ja, die heb ik nooit, die zijn allemaal dood. Ja, precies. Daar krijg je toch een raar gevoel over, dat je de enige bent die nog blijkbaar dus nog wel overblijft. Ja, want jij leeft dus nog. kun je een uitleggen waarom? Eén ding wat ik geleerd heb, is dat je moet omringen met mensen die voor jou instaan. Dat vind ik het belangrijkste. Precies. Je dat samenwerking hebt met mensen die jou zien zitten. Ja, dat is toch een beetje... Ja, wat ik dan een beetje het vervelende vind, dat is bijvoorbeeld Jan het Woud. Die, maar eigenlijk jouw voornaamste collega, medecomponist en tekstschrijver. Mooi. Die heeft niet alleen gezegd dat hij jou nooit meer wil zien of met jou samen wil spelen. Maar die heeft zelfs, we hebben hem vorige week nog gebeld, geweigerd met jou in één ruimte te zijn. Dat is Jan. Ja. Hij is zo En we hebben vanmiddag nog proberen over te halen. Zeg van, kom dan in ieder geval even jouw verhaal doen. Maar hij zei, ik wil niet de lucht inademen aan dezelfde tafel. Maar we hebben, als het goed is, hebben we hem wel op dit moment aan de telefoon. Jan, Jan het Woud. Jan. Jan! Ja, met mij. Hé, hey, Jan. Is het... Met mij wel goed, met Jan binnen. Dat is Jan. Ja, ik heb gehoord van die verhalen van die reunie. Dikke plakken stond in je nek. Dat zou je moeten. Dat ze moeten Jan opsteunen. Dat is Jan. Kom uit de volksbuurt. Jan. Ja. Ja, horen. Ja. Ik heb eindelijk mijn leven weer kunnen opbouwen. Ja. Ik heb het grootste gedeelte van mijn leven gewoon verwoest, weet je dat? Ik heb nou vrouw en kinderen en wagentje. En wat jij doet, moet jij weten. Maar je bent een klootzak. Het had altijd iedereen belazen. Het heeft drie vrouwen van me afgepikt. Oh man, ja. Onbetaalbaar, die gozer. Onbetaalbaar, vind ik. Ja. Leuk. Leuk. Leuk even te gesproken te hebben, Jan. Geweldig. Ja. En tegelijkertijd is het dus ook diep vraag. Ken je dit soort mensen? Er zijn er een heleboel van, ja. Ja. Meegemaakt, hè? Ja. Meegemaakt. En ook in de Nederlandse showbusiness kennen wij voorbeelden van mensen die op die manier toch down the drain zijn gegaan. Maar heb je... Rock and roll noemen we dat. Ja, seks, drugs en rock and roll. Heb je, ben je zelf als bang geweest dat je die kant uit zou gaan? Zoals deze meneer niet. Maar ze bestaan wel natuurlijk. Maar ik heb altijd te veel... Ik ben eigenlijk een scheiterd. Ik begrijp je bedoel? Daardoor alleen al heb ik mezelf beschermd om te veel af te glijden. Harddrugs bijvoorbeeld, daar ben ik dus gewoon nooit... veel te bang dat ik het lekker zou vinden. Nummer twee is iets heel anders en ook weer heel onverwacht. Johnny Kraaikamp, dus de oude kraai. Ja. Waar het overigens weer heel goed mee gaat, gelukkig. Gelukkig. John, die zingt, er is een Amsterdammer doodgegaan. En dat gaat gelukkig niet over John, maar over een Amsterdammer. Een andere Amsterdammer. Ja. Waarom juist dit lied? Ik kan me herinneren dat hij dat zong. Ik zat ook, toen ook in het programma. Dat was Amsterdam 700. Ja. En, 76. En ik zong een liedje van Stokkemans en Harry Gele.
En hij zong dat liedje. En dat, ik kan me herinneren dat ik toen daar al zwaar van onder de indruk was. Dus ik heb dat verteld aan jullie redactie en gezegd... misschien bestaat dat liedje nog op een bepaalde manier op beeld. Dan zou ik dat graag terug willen zien. Jij komt uit de Linnaeusbuurt, zelfs de Linnaeusstraat. Zelfs, hè? De Linnaeusstraat, ja, hè? De Linnaeusstraat. Tegenover het politiebureau. Maar, in het sport. Ben je nog steeds Amsterdammer, voor je gevoel? Ik ben Amsterdammer, maar ik ben geen echte Amsterdammer meer. Dus je maakt je niet meer druk over de kroonlantaarns en over de grachten die worden uitgegraven? Nou, dat vind ik op zich heel vervelend en jammer. Maar ik kom nou eenmaal weinig. Alleen, ik heb alleen mijn kapper gewoond in Amsterdam. Dus dan ga ik er wel eens heen en dan verbaas ik mij. Waarover? Nou, de Linnaeusstraat bijvoorbeeld. Daar speelden wij op straat. Nou, dat is nu... Ja, dat is een verkeersader geworden. Even het liedje. Dat we het anders dan gaan we te ver door. Er is een Amsterdammer dood gegaan, Johnny Kraakamp. Dames en heren, een klein liedje over Amsterdam. Als u in mijn hart kijkt, zeg ik eerlijk, Amsterdam is soms veranderd. He? Je kan niet zo lekker meer gaan wandelen in de Kalverstraat met je vrouw. Vorige week liep ik er ook in de Kalverstraat. Vrouw aangerand. Een dikke mevrouw in de portiek van Bergvoets aangerand. Mensen over de zenuwen, dat loopt in de Kalverstraat en die zegt... Ik ben aangerand door een man! Ik ben aangerand door een domme man! Ik ben aangerand door een domme man! Zeg, hoe weet u dat het een domme man is? Ik heb hem alles voor moeten doen! Overnieuw. Er is een Amsterdammer dood gegaan. Hij zat gewoon in zijn café te kaarten. Hij kreeg een glaasje bier van tante Sjaan. En hupsakee, hij gaf de pijp aan Maarten. De dokter was gebeld, stond met de deurknop in zijn hand. En tante Sjaan die lag voor pampus in de ledikant. De GGD, u kent dat wel. Wat was dat vroeger gegaan? En allemaal zo rond het 700 jaar bestaan. Er is een Amsterdammer dood gegaan. Hij stond heel lief het pyramid te draaien. Hij zong het lied bij ons in de Jordaan. En even later was hij naar de haaien. De tram stond even stil. En iedereen die liep te hoop. Heel even maar. Ze moesten gauw weer naar de bioscoop. Maar in het oog van het orgelvrouwtje blonk een dikke traan. En allemaal zo rond het 700 jaar bestaan. Er is een Amsterdammer dood gegaan. Hij liet zijn hondje plassen op de wallen. Zijn rikketik was even blijven staan. En kijk, hij was al uit de koets gevallen. Daar lag hij in de regen, modder op zijn goede pak. Twee kaartjes voor Toon Hermans had hij ook nog in zijn zak. Hij was toch nog zo graag een avond naar Carré gegaan. En allemaal zo rond het 700 jaar bestaan. Er is een Amsterdammer dood gegaan. Die hoek blijft leeg daar in dat stamcafeetje. Die soms nog aan hem denkt. Is tante Sjaan, die mist hem af en toe nog wel een beetje. Het pyramid gaat door de straat, één is er niet meer bij. En in Carré, bij Hermans, daar is ook een stoertje vrij. Je kunt er niet omheen, je moet er even stil bij staan. En allemaal zo rond. Het 700 jaar bestaan.
Sophie, mooi, hè? Ja, de onnavolgbare kraai. Dit was dus jouw nummer 2. Mm-hmm. Weet je wat, we gaan meteen naar nummer 1 straks. Straks gaan we nog kijken naar een hilarisch fragment van Herman Finkers. Echt heel leuk. Maar eerst gaan we naar dit hele speciale lievelingsfragment van jou. Ja. Vertel eens, het gaat over Miles Davis en Chet Baker. Ja, ik zag destijds Let's Get Lost. Dat was een documentaire over Chet Baker. En Chet Baker is altijd een man geweest die mij enorm geïnspireerd heeft door de manier van zingen. Zeg maar tot de essentie, de simpele essentie teruggebracht, zoals hij dat kon. Hij zong eigenlijk zoals hij trompet speelde. En ik was een enorme fan van hem. En op een gegeven moment zag ik die documentaire, waar hij dus echt ook alweer zo ver weg was. Totaal aan alle middelen die er maar zijn. Maar ondanks dat nog steeds mooi trompet kunnen spelen en mooi zingen. En dat heeft mij destijds ontzettend enorm ontroerd. En vandaar dat ik het ook heb aangevraagd. En Miles Davis, ja, dat was ook een held voor mij in die tijd. Ik was 16 jaar en ik spaarde voor een album van hem. En dat was Kind of Blue. En dat wordt nog steeds gezien als het mooiste, het mooiste album ooit in de jazz gemaakt. Even de aanvulling, toen Chet Baker het vak in kwam, was het wat je dan tegenwoordig noemt een lekker ding. Het was een hele mooie James Dean-achtige jongen. En in 20 jaar vreselijk dit. En ja, en zijn standen vielen eruit. Er zaten geen verslaving. Ambouchure meer. Een verschrikkelijke wrak geworden. En in 1991, als ik me goed herinner, is hij uit mysterieus een Amsterdams hotelraam gevallen, zegt men. Het is een heel bijzonder fragment. We gaan er even kijken. Do you find life boring? Under some circumstances it can be very boring. And for a lot of people it can be very boring. Being hungry, being cold. Have you experienced that? Oh, yeah. And not too long ago. You never have? Mm-hmm. How fortunate you are. I can hear. Somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye.
keer zijn ijdelheid geweest, hè? Ja, buitengewoon ijdele man, maar dat mocht ook wezen ook, hè? Ja. Komt er ooit een jazzalbum van jou uit, denk je? Sterker nog, hij is al half klaar. Dus, het is je echt? Ja, het is echt een wens geweest voor mij altijd. En wij nemen dat op tijdens de soundchecks en zo. Dus elke keer Stime Goes By. Onder andere zit er ook bij wat Chet Baker zo onaanvoelbaar mooi zong. Je bent wel een mazzelaar, weet je dat? Ja, dat weet ik. Ondanks alles wat je ook op je bord krijgt. Mm-hmm. Ben je ook maar geluk moet je pakken, hè, als het langskomt. Ja. Ja, we gaan van het ene uiterste naar het andere uiterste. We moeten een beetje opschieten. Mm-hmm. Van Chet Baker schakelen we over, en dat zei ik net al, naar Herman Finkers. Het gaat heel erg gelukkig weer wat beter met Herman. Elke dag is er één voor hem. En houd vol. Wat heb je met Herman? Wat ik ook heb. Ja, dat je vreselijk om lachen kan. Dat ik ontzettend om lachen kan. En dat ik hem daarnaast ook zo'n, op de een of andere manier ook zo'n aardige man vind. Ik bedoel, hij is nooit cynisch om het cynische. Ik denk dat het een geweldig lief mens is. En dat vind ik altijd heel belangrijk. En dat schemert door datgene wat hij doet. Tenminste, zo voel ik dat. Nou, zo maar is zo. Ik ook alweer, ik vind hem hilarisch. Ja. Buitengewoon leuk fragment. Herman heeft het over condooms. En zo begon mijn relatie met Greetje. Ik was bijzonder gelukkig met Greetje. Tot ik op de televisie hoorde dat zo'n soort liefde tegenwoordig levensgevaarlijk kan zijn. Indien u niet altijd seks hebt met dezelfde partner, dan loopt u kans het te hebben. Ik had inderdaad niet altijd seks. Nee, je moet ook wel een keer een hapje eten, maar... Ja, ja. Maar wel steeds met dezelfde partner. Dus dacht ik, loop ik kans het te hebben. Nou, een alternatief is dus altijd seks. Maar ja, op de eerste plaats is het onbetaalbaar. Op de tweede plaats vlek je van de honger. Dan is er nog een derde mogelijkheid en dat is nooit seks. Voorwaarde bij nooit seks is echter wel dat je dan ook werkelijk met Jan en Alleman nooit seks hebt. En ja, er lopen nu eenmaal figuren op deze wereld rond waarvan ik zeg, ik moet er niet aan denken om daar nooit seks mee te hebben. Dan blijft er nog maar één mogelijkheid over en dat is veilige seks. Die dingen liggen gewoon in de supermarkt. Ik kan ze daar heel vaak zien liggen. Bij ons in Almelo liggen ze gewoon in de supermarkt. Ik denk, als je daar heel vaak hebt zien liggen, dan zal het vast ook heel gewoon zijn dat je ze koopt. En dan zal het vast ook heel gewoon zijn dat je ze met een melk en een hagelslag aflevert bij de kassa. Dus ik lever ze met een melk en een hagelslag af bij de kassa. De cashier telt op. 1 melk, 1 hagelslag. Anja, wat kost die condooms? condooms verkopen wij die dan? Blijkbaar. Het is voor de jongen met die snor. En Anja, ja, dat weet ik ook niet. Dus Anja via de intercom, meneer Dijkstra. Wil meneer Dijkstra even met kassa 4 komen? De jongen met die snor, die moet condooms. Wat moet het die kost? Even later, de heer Dijkstra. Wie was dat met die condooms? En 20 supermarktklanten. Hij daar met die snor. Prachtig. Mooi, hè? En zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze tv-toppers. Rob, ontzettend bedankt. Ik heb me buitengewoon geamuseerd. En Belinda, bedankt natuurlijk. En Wietek, ook bedankt. En dat u in de studio was. Als u ons nou mist, en u mist ons natuurlijk heel erg vreselijk, dan kunt u eventjes surfen naar ncrv.nl/, dat is gewoon een schuimstreepje, tv-toppers aan elkaar. En dan wou ik u vragen om dan meteen eventjes uw eigen top 5 in te vullen, want daar ben ik erg benieuwd naar. Nou, en de volgende week dan zit hier onze eigen NCRV-tv-topper, en dat is Jochem van Gelder. Dat is leuk, hè? Ja, dat is leuk. Tot volgende week. Dag. We'll be right back.